De band die als tweede gaat spelen op Breda Barst 2019 is... Breda Nu. Je weet het meteen. We staan hier voor Bel Air. Vanavond is hier de kick-off van Breda Barst. Er gaan allerlei bands uit verschillende categorieën optreden voor de vakjury en voor het publiek. En vanavond gaan ze dus kijken welke band er in september mag gaan optreden op Breda Barst. Kijken jullie mee? Twee bands die zijn gekozen via een telling op Facebook. He, er konden een aantal bands hebben daar laten passeren en daar konden mensen op stemmen. En, daar is goed op gestemd, moet ik zeggen. En de andere drie bands die zijn in samenwerking met POB gekozen. En zodoende kwamen er 5 bands. En vanavond hebben we dus de kick-off. En dat is niet alleen de kick-off van Breda Barst, maar eigenlijk voor het publiek ook de kick-off van jullie seizoen, geloof ik. Hè? Ja, dat is de eerste keer dat mensen live wat kunnen zien. Hè. Wij zijn natuurlijk achter de schermen al vanaf november bezig. En we hebben ook al wat namen laten vallen voor het festival. En de kick-off die komt altijd in deze periode. En dan kan het publiek voor de eerste keer met de eerste live bandjes kennis maken. Er is plek voor 2 bands die doorgaan. Beide dagen gaat er 1 band op het hoofdpodium spelen. En dus van de 5 bands vallen er 3 af en gaan er 2 door. En dan wordt dat gejureerd door een vakjury, mag ik wel zeggen, en dan ook door het publiek? Jawel, er gaat inderdaad een vakkundige jury die gaat zich buigen over 1 naam. En het publiek die mag stembiljetten invullen eind van de avond. En die kiezen daarmee de tweede band. En de eerste band die op Breda Barst gaat spelen is Johnny Jester. De band die als tweede gaat spelen op Breda Barst 2019 is Breda Nu. Je weet het meteen.